Op uitnodiging van de politie zijn we vandaag onderweg met Niels en Jeffrey van het verkeershandhavingsteam. Op de A7 tussen Drachten en Heerenveen krijgen we een motorrijder in het vizier, die te hard rijdt, rechts inhaalt en veel te dicht op zijn voorligger rijdt. Als de motorrijder aan de kant wordt gezet, blijkt het om een agent in burger te gaan. Hola. Niels Hoogma. Ja, graag gedaan. Meneer ja. Collega? Ja, collega. Ja, ook nog. Ja. Niet best. Nee. Ja, ik weet het, jongen. Maar ja. Even druk, even naar het bureau toe. Even de ambulance eventjes opvangen. Ja. De motoragent komt er vanaf met een boete van €220. En waarschijnlijk een flinke uitbrander van de baas. Ik hoef je echt niet te zeggen wat je hebt gedaan. Nee, dat weet ik allemaal goed. En ik doe het niet moeilijk. Kijk, ik vind het lang mooi dat, nou, dat het zo gaat. En ja. Het zijn allemaal mensen, van vlees en bloed, hè? Godzijdank. Het verkeershandhavingsteam is sinds kort uitgerust met zogeheten dashcams en iPads. Om verkeersdeelnemers direct met hun rijgedrag te confronteren. De meeste mensen houden zich keurig aan de verkeersregels. Maar mensen zijn zich vaak ook niet bewust van hun eigen gedrag. En dat kan te maken hebben met te lang links blijven rijden, geen richting aangeven, bumper kleven. Nou, door mensen staande te houden en gelijk de beelden te tonen, proberen ze zich bewust te maken van hun eigen verkeersgedrag. Het is allemaal onderdeel van het project A7 Veilig, gericht op de aanpak van asociaal rijgedrag. De ervaringen zijn positief. Er gebeuren weliswaar nog te veel aanrijdingen naar ons idee. Maar onderzoek heeft laten zien dat de gemiddelde rijsnelheid naar beneden is gegaan. En nou, dat is hoopvol om te weten. De proef loopt tot eind dit jaar. Tot nu toe zijn er zo'n 4000 snelheidsovertreders aan de kant gezet, waarvan 130 hun rijbewijs moesten inleveren. Maar dat lot bleef de Friese motoragent uiteindelijk bespaard.